Welkom bij ons spellenzool, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer moet jullie een blik werpen op Dreamscape, uitgegeven door Silex Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je een 30 tot 90 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel gaan wij onze eigen Dreamscape. We gaan in verschillende droomwerelden fiches verzamelen die water, bergen, planten, grond vertegenwoordigen. En die gaan we samenvoegen op ons eigen spelersbordje tot een landschap, een Dreamscape, wat overeenkomt met de ultieme droom die wij hebben. En daar scoren we uiteindelijk punten mee. En dat doen we in 6 rondes en degene die uiteindelijk de meeste punten heeft weten te scoren wordt de winnaar. Dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er precies allemaal in deze box zit. Het spel is bedacht door David Ausloos en wij krijgen de spelregels in het Engels. De regels op zich zijn overzichtelijk weergegeven, maar aan de andere kant sommige dingen staan er net niet helemaal duidelijk in of op een vreemde plek. Dus af en toe moet je een beetje heen en weer bladeren en zoeken. Maar niet de slechtste regels en als je geavanceerde spel speelt dan komen hier nog de Nightmare Rules erbij. Met nog een kleine samenvatting op de rug. Voor elke speler in zijn of haar kleur een spelersbordje waarop je je tegeltjes verzamelt. Het aantal acties per beurt en er staan wat kleine references op. Prima gedaan. We krijgen de verschillende Dreamscape kaarten waar de landschappen op staan die we gaan modelleren. Beurtvolgorde, reference en rondemarker. We krijgen de verschillende componenten en de tegeltjes of de fiches waarmee we onze droom gaan bouwen in dit zakje. Voor elke speler in zijn of haar kleur een setje spelersonderdelen. De opdracht tegeltjes, het hoofdbord waarop de droomwereld is weergegeven in de vorm van 6 locaties met daaromheen een scorespoor. En we hebben hier nog een bordje waarop we de beurtvolgorde bijhouden en de opdrachten liggen. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een spelerskleur, je krijgt het bordje in jouw kleur, een kaarsje om je acties bij te houden, een marker hier op het hoofdbord om door de Dreamworld te bewegen en je krijgt een dream poppetje die je nodig hebt voor je Dreamscape. We krijgen willekeurig een beurtvolgorde marker, nummer 1 en dan met de klok mee nummer 2, nummer 3. De nummer 1 krijgt 1 level 1 Dreamscape opdracht die je open voor je neerlegt. Dat is de opdracht die je moet voltooien. De nummer 2 speler krijgt 2 kaarten waarvan die er eentje kiest om te voltooien en de andere gaat weer terug en nummer 3 krijgt de 3, etc. We zetten de rondemarker op ronde 1, we leggen 4 opdrachten neer. Sommige opdrachten hebben zo'n vraagteken met een cirkel, dan pak je willekeurig een steen uit het zakje en die leg je erop. En dat geeft aan welke kleur je nodig hebt om deze opdracht te kunnen scoren. We schudden level 1, 2 en 3 kaarten, die leggen we klaar. En we leggen de fiches op de posities afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Speel je met z'n tweeën, dan leg je op alle 2 een fiche. Speel je met 3, komt die erbij, etc. En natuurlijk een scoremarker hier op 0. En dan zijn we klaar om te beginnen. Het doel van het spel is om in de 6 rondes die er zijn zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je door Dreamscapes te bouwen en te scoren. En elke Dreamscape die je aan het einde van het spel nog hebt, maar niet hebt weten te voltooien, levert je 5 strafpunten op. En bepaalde verplaatsingen binnen je Dreamscape leveren je soms ook nog wat puntjes op. Maar dat levert een eindscore op en degene met de meeste punten wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een spelletje gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes, zoals ik al zei, 6 in totaal. En elke ronde is verdeeld in 3 fases. De eerste fase is de emergence. Allereerst ga je alle shards op elk slot leggen, overeenkomstig met de hoeveelheid spelers. Oftewel, we gaan gewoon aanvullen wat leeg is geraakt. De tweede is, de alarmklok gaat 1 stapje vooruit. Uiteraard in de eerste ronde doen we dat niet. De fiches die je op Dreamscapes hebt liggen voor de speciale eigenschap, die komen nu weer terug in jouw handen en de initiative markers worden weer verdeeld afhankelijk van de locaties. De locaties zoals jullie zien zijn allemaal genummerd 1, 2, 3, etc. Degene die op het laagste nummer staat, die krijgt de nummer 1 enzovoort enzovoort. Mochten er meerdere mensen op een locatie staan, dan lig je als het goed is bovenop elkaar en degene die bovenop ligt is degene die dan de nummer 1 krijgt en daaronder nummer 2, etc. Dat is de eerste fase, de emergence. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is de travel fase. En daarin gaan de spelers, beginnend met de speler met initiative marker 1 en dan met de
initiative nummering mee hun acties uitvoeren. En je hebt 4 acties die je kunt gebruiken hier in de Dream World. En daarmee ga je stenen verzamelen en verplaatsen. En er zijn ook nog een aantal gratis acties die je mag doen. Maar voor 1 actiepunt mag je een steen pakken. De stenen liggen altijd vanaf het handje naar de sleutel. Wat betekent dat je altijd aan deze kant moet beginnen met stenen pakken. Dus je kunt niet zeggen ik gebruik 1 actie om een steen te pakken en ik wil deze hebben. Je moet ze altijd van rechts naar links pakken. Maar je zou meerdere acties kunnen spenderen om meerdere stenen te pakken. Je wil natuurlijk specifieke stenen hebben. Mijn opdracht in dit geval vereist blauwe en grijze stenen. Dus het feit dat hier een groene ligt, is niet ideaal voor mij. Maar ik ga hem toch pakken om jullie een beetje te laten zien hoe je daarmee kan spelen. Dus ik kies ervoor om bijvoorbeeld 3 acties te spenderen en alle 3 deze stenen te nemen. Ze worden niet gelijk aangevuld. Stenen die je neemt, die plaats je in het handje of in de handjes van je spelersbord. En het kaarsje aan deze kant kun je gebruiken om aan te geven hoeveel acties je gebruikt hebt van de 4 acties die je hebt. In mijn geval heb ik er dus 3 gebruikt. Daarna wil ik misschien wel verplaatsen. Verplaatsen kan alleen via deze verbindingen. Dus ik kan wel omlaag gaan of naar rechts. Maar ik kan niet diagonaal verplaatsen, daar zit geen verbinding. Ook verplaatsen kost je 1 van je acties. Tenzij. En daar komt de meest linker steen in het spel, die bij de sleutel ligt. Dat noemen ze de zogenaamde keystone. Als je naar een locatie verplaatst en jij hebt in je handjes een steen overeenkomstig met de kleur in de keystone, zoals in mijn voorbeeld het geval is, dan hoef je geen actie te spenderen om daar naartoe toe te gaan. Nou, ik heb in mijn handjes op dit moment groen en grijs, dus ik kan gratis hier naartoe bewegen. En ik kan gratis hier naartoe bewegen. Wil ik echter hier naartoe bewegen, dat is bruin, dat heb ik niet in mijn handjes, dan kost het gewoon een actie om te verplaatsen. Verder zien jullie dat elke locatie heeft een speciale actie erop afgebeeld. Dat is een gratis actie waarvan je er 1 kan kiezen in je beurt. Om aan te geven dat je zo'n actie gedaan hebt in je beurt, flip je deze initiative marker naar de grijze zijde. Ik denk dat ik deze actie wil doen, want die zegt pak 1 willekeurige steen blind uit het zakje. Hier kan ik 2 stenen uit het zakje pakken, maar die vul ik dan aan op de Dreams World. Hier kan ik stenen verplaatsen binnen mijn panorama. En hier kan ik bijvoorbeeld de volgorde van de stenen zoals ze liggen aanpassen, zodat ik misschien deze steen naar voren krijg en die met mijn laatste actie kan pakken. Dat zou misschien ook een prima optie doen. Laten we dat gewoon doen voor het voorbeeld. Gratis verplaatsing. Ik gebruik deze actie om de blauwe steen hier naartoe te bewegen. En als laatste actie grijp ik deze blauwe Dreamstone. Dan is er nog 1 andere gratis actie. En dat zijn de acties die afgebeeld staan op jouw Dreamscape kaarten. Zowel degene die je nog aan het doen bent, als degene die je voltooid hebben. Daar mag je in deze fase, maar ook in de volgende fase, altijd 1 van je stenen naartoe bewegen om die actie te doen. En dat is eigenlijk dezelfde actie die hier ook afgebeeld staat. Dus in mijn voorbeeld is het misschien handiger om deze actie, dat verplaatsen, hiermee te doen. En dan toch met mijn initiative marker deze actie te doen in de hoop dat ik misschien nog een grijze of een blauwe uit het zakje haal. Het is een groene, je kunt niet alles hebben. Maar dat zijn de actiemogelijkheden die je hebt. Pakken van een steen kost 1 actie, verplaatsen van jouw figuurtje middels de verbindingen kost 1 actie, tenzij je een steen hebt in je handjes overeenkomstig met de keys. En de gratis acties zijn het gebruiken van een Dream World of het gebruiken van de speciale actie van een Dreamscape. En zodra je klaar bent, gaat de volgende speler, die doet hetzelfde, 4 actiepunten om te verdelen enzovoort. Dan gaan we naar de derde fase en dat is de zogenaamde creation fase. En in de creation fase gaan wij onze Dreamscape in elkaar knutselen. Het bouwen van je Dreamscape. Je gaat hier op jouw bordje stenen plaatsen vanuit je handje en zo ga je Dreamscape bouwen. En tegelijkertijd mag je ook deze in het spel brengen om die op de juiste positie te krijgen. Overeenkomstig natuurlijk met de opdrachtkaart die je hebt. Daar zitten natuurlijk een paar spelregels aan vast. Laten we even kijken naar mijn voorbeeld. Ik wil deze Dreamscape gaan bouwen. De eerste steen die je plaatst op je bordje moet altijd bij de entree positie worden neergelegd. Die herken je aan een soort versiersel aan de onderkant. De oriëntatie van
dit landschap is niet belangrijk, maar de vorm wel. Dus in mijn geval is de vorm 2-1-2. Dus ik zou kunnen zeggen, ik leg hier alvast een grijze. En alle volgende stenen die ik plaats, moeten aangrenzend zijn. Dus ik kan niet zeggen, ik leg dat watersteentje, of deze grijze, vast hier neer. Want daar wil ik hem hebben. En dan komen straks die watersteentjes wel. Dat mag niet, want dat is zwevend. Dus als ik ze plaats, moeten ze aangrenzend zijn. Nou, je mag altijd twee stenen van dezelfde kleur vervangen door een steen naar keuze. Nou, dat ga ik dan maar even doen. En dan pak ik in mijn voorbeeld even een blauwe steen, een watersteen, daarvoor terug. Want die kan ik dan hier neerleggen en dan kan ik mijn andere grijze steen ook plaatsen. Waarom is het zo belangrijk om je stenen te plaatsen? Alle stenen die je aan het einde van je beurt nog op je handen hebt liggen, die verdwijnen. Ook in deze fase mag je stenen die je hier hebt liggen naar Dreamscape kaarten verplaatsen voor de speciale eigenschappen. Dat is aan de ene kant handig omdat je dan soms kaarten zoals met deze mag je drie stenen verplaatsen. Dus als stenen dan niet goed liggen kun je zeggen van nou ik heb drie stapjes om te verplaatsen. 1, 2 en nou, dan ligt het al beter in de volgorde zoals ik het wil hebben. Dus dat soort acties zijn ook belangrijk om te weten. En alternatief heb je ook acties zoals deze. Hup, eentje is genoeg voor het voorbeeld. Daarmee mag je twee stenen uit je Dreamscape pakken en weer terug in je handje stoppen. En dat kan natuurlijk ook helpen, want ja, als hier stenen liggen die niet op je, in je opdracht zijn verwerkt, ja, dan moet je ze ook uit je Dreamscape halen. Want hij moet er uiteindelijk precies zo uitzien als op het afbeeldingje. Mag niet anders, mag ook geen andere dingen bijleggen. Plus stenen die je hier opzet om acties te gebruiken, die krijg je aan het begin van de volgende ronde kwijt. Dus die hoef je niet af te leggen. Dus dat is ook een voordeel. Alternatief kun je een groene steen die je hebt vervangen door een boom. En die kun je op een van die verschillende posities plaatsen. Dat is soms ook handig. Op het moment dat je een plant dus op je Dreamscape neerzet, is die 1 punt waard. En je kunt deze witte steen gebruiken om jouw figuurtje te verplaatsen. Want die moet ook op een vaste positie in je Dreamscape komen. Je figuurtje mag je op elk moment in het spel brengen. Die komt ook weer op die startpositie tevoorschijn. En om hem te verplaatsen heb je dus witte stenen nodig. Voor elke witte steen gaat hij één stapje bewegen. Nou, afhankelijk van waar hij op terecht komt, gebeurt er iets. Zet je hem op water, krijg je een punt. Zet je hem op een berg, en een berg is niet één grijze, maar zijn twee of meer grijze op elkaar. Dat is een berg. Twee punten. En zet je hem op een bruine, een aarde fiche, dan krijg je onmiddellijk een extra stapje. Dus daar kun je ook nog een keer mee spelen. Mocht het zo zijn dat je aan het einde van de creation je Dreamscape voltooid hebt, dan neem je de punten die hier afgebeeld staan. Je flipt de Dreamscape kaart zodat je kan aantonen van hij is klaar. Je hebt nog steeds die speciale eigenschap. En je pakt een nieuwe kaart. Je mag zelf bepalen van welk niveau. Dus 1, 2 of 3. Het aantal kaarten wat je pakt is overeenkomstig met de locatie waarop je je bevindt. Ik sta op locatie 5, dus ik zou 5 kaarten pakken. En van die 5 kaarten die ik pak, mag ik er eentje houden. Maar ik mag ze ook allemaal wegleggen. Want nogmaals, elke kaart aan het einde van het spel die ik niet voltooi is 5 strafpunten waard. Dus ik ga kijken, zit hier een opdracht bij die ik redelijk makkelijk kan voltooien met de stenen die ik nu al heb liggen. Dus ik heb wat water en grijs. Hier heb ik ook 3 water en 2 grijs nodig. Dan moet ik alleen nog wat bruin en groen erbij krijgen. En ik kan verplaatsen met deze voor 9 punten. Dus die lijkt me wel interessant. Deze is misschien zelfs nog wel makkelijker te doen. Ja. Laten we gewoon voor deze gaan. Dus ik pak weer een nieuwe opdracht en die leg ik bij me neer. En dat doen alle spelers in principe tegelijkertijd. Zodra we allemaal klaar zijn, gaan er 2 dingen gebeuren. Alle shards die nog in je hand zitten, die gaan terug in de algemene voorraad. En de initiative markers worden weer teruggelegd naar het midden van de tafel. Want die worden zometeen in de eerste fase weer opnieuw uitgegeven. En dan gaan we de volgende ronde in. Dus we gaan weer beginnen met de emergence. We gaan de Dream World weer aanvullen. De alarmklok gaat 1 ronde vooruit. We gaan deze fiches hier vandaan weer terug in onze hand leggen. En we gaan de initiative markers weer doen. We gaan weer acties uitvoeren, et cetera. En dat doen we in totaal 6 rondes lang. Na de 6e ronde gaan wij naar de final scoring. We krijgen punten voor elke dream purpose. Dus dat zijn deze verschillende tegeltjes. Dat zijn allerlei opdrachten. Ga ik niet uitleggen. Staan keurig stuk voor stuk hier uitgelegd wat de effecten zijn van die dream purposes. Dus daar kun je nog extra punten mee verdienen. Je verliest 5 punten
voor elke dreamscape die je open hebt liggen, oftewel die je niet hebt weten te voltooien. En mocht je met de geavanceerde regels spelen, dan komen de rode nightmare fiches erbij. Die zijn 3 strafpunten per stuk. Maar dat geeft ons een eindscore en degene met de meeste punten is de winnaar van Dreamscape. En zo wordt het spel gespeeld. Het idee en de vormgeving van Dreamscape is erg leuk gedaan. Je kruipt in een droomwereld, je gaat shards verzamelen om daarmee landschappen te bouwen. En die gaan je uiteindelijk punten opleveren. Maar ook nieuwe speciale eigenschappen en die zijn heel belangrijk. Omdat je naar 6 rondes de tijd hebt. En je zult hier en daar je landschap moeten gaan manipuleren. Stenen verplaatsen, stenen terugnemen uit je landscape. Om ze vervolgens op andere posities weer aan te vullen. En dat manipuleren, dat bouwen, dat knutselen, dat vind ik een leuk aspect. De beperking van de 4 acties maakt dat je zorgvuldig moet afwegen waar ga ik heen, welke beurtvolgorde, welke speciale actie. Maar ook gebruik van die Dreamscape Abilities levert je natuurlijk aan het begin van je beurt weer een paar stenen op. En die kunnen je enorm helpen met de keys, dus het gratis verplaatsen, waardoor je effectief je acties kan gebruiken om stenen naar binnen te harken. Dus daar zit ook nog een leuke mechanic in om mee te knutselen. De verschillende landschappen zien er tof uit en staat ook allemaal bij omschreven wat het voorstelt. Je gaat ook bij de hogere niveaus de lucht in, dus dan stapel je steentjes op elkaar, 2 hoog, 3 hoog en dan moet dan misschien je dreamer ook weer bovenop staan om dan zo uit te kijken over het panorama. Dat is allemaal prima gedaan. En een klein beetje push your luck in de vorm van, ga ik nog een opdracht proberen? Ik heb de steentjes, ik heb nog zoveel tijd, die eigenschappen. Ik denk dat het wel lukt en als het dan niet lukt, kost het je ook 5 punten. Dus dat zit prima in elkaar. Aan de andere kant zit er een redelijke geluksfactor in. Zeker als je het met een wat lager spelersaantal doet. 2, 3, dan komen er wat minder steentjes. Of als je achterin de beurtvolgorde bent, zijn misschien bepaalde stenen al voor je neus weggekaapt. Zul je dus echt 2 om moeten zetten naar 1 om de juiste elementen te krijgen en te knutselen. En ook af de kaartjes die je pakt. Ja, soms krijg je landschappen waar je al bijna klaar bent en soms moet je alles gaan rearrangen. En ook dat heb je voor een groot gedeelte zelf in de hand. Want als je op 1 staat en je gaat kaarten pakken, dan krijg je er maar 1. Maar ga je naar 6, dan heb je keuze uit 6. Dus dan heb je iets meer mogelijkheden. Plus dat is ook een actie op het speelbord, dat je gewoon nog een keer 6 kaarten pakt. En dan kun je daar vandaan een opdracht pakken. En zoals ik al zei, je bent niet verplicht om er eentje vast te houden. Een ander zwak punt zijn de regels. Ze zien er overzichtelijk uit, maar ze missen bepaalde dingen of ze staan niet goed vertaald of ik weet niet precies waar het hem zit. Maar sommige dingen waren niet meteen duidelijk nadat we het doorgelezen hadden. Of omdat ze op gekke posities stonden of omdat het raar verwoord was. Dus de regels had ik wat moeite mee voordat ik helemaal door had hoe bepaalde dingen werken. Bijvoorbeeld de voltooide kaarten hebben nog steeds abilities die je kan inzetten. En die kun je ook gebruiken in fase 2 en 3, hoewel ze in 2 omschreven staan. Dat soort dingetjes, dat had gewoon net even wat helderder gemogen. En dat alles tezamen maakt Dreamscape een spel wat in mijn ogen meer potentie had dan dat er uiteindelijk uitgekomen is. Het idee van het wandelen door de droomwereld, stenen verzamelen en die vervolgens gebruiken om Dreamscapes te knutselen, waarmee je punten scoort en speciale eigenschappen vrijspeelt, vind ik leuk. Het zorgvuldig afwegen wat voor acties je gaat kiezen, welke stenen je neemt en ook welke Dreamscapes je gaat doen, omdat daar weer manipulatiemogelijkheden in zitten, zit ook leuk in elkaar. Maar wat mij betreft komt het net niet helemaal tot zijn recht in dit spel. Aan de ene kant vind ik dat het spel relatief snel gaat, waardoor je niet zoveel tijd hebt om een beetje te knutselen. En dat knutselaspect vind ik het leukste, want je bouwt alle acties en handelingen die je doet bouwen op naar het moment dat je mag gaan knutselen op je bordje. Dus dat voelde een beetje gehaast in mijn optiek. En aan de andere kant de geluksfactor met welke stenen er nog blijven liggen als je niet vooraan in de beurt volgens zit of wat er überhaupt uit het zakje komt. En ook de opdrachten die soms een stuk gunstiger voor je vallen dan andere keren. Maken het spel wat zwakker dan ik had verwacht. Het is geen slecht spel, zeker niet, maar het viel bij mij niet helemaal in de smaak zoals ik had gehoopt. En het is om die reden dat Dreamscape voor mij een 6 krijgt.
Not Spellenzolder.